Dag Leila, je bent Mrs. Glamour International 2018 en Mrs. Glamour Belgium. Hoe is dat gelopen verleden jaar? Goh, het was een echt superleuke ervaring. Ik had niet aan een misverkiezing deelgenomen voor een paar jaren. En ik dacht, oké, ik zal nog een keer proberen en om te zien waar ik kan gaan. Ik was heel trots om België te vertegenwoordigen in de Verenigde Staten in august. En dat was een ongelooflijk ervaring. Om even duidelijk te zijn, de finale van Mrs. Glamour in België was wanneer? Ja, de finale van Mrs. Glamour Belgium was in juni 2018 en daarna ben ik naar de Verenigde Staten geweest, ja, voor de internationale. En daar heb je dan eigenlijk ook de titel gewonnen, Mrs. Glamour International, ja. Eigenlijk de winnares van de wereld. Ja, dat mogen we zeggen. Het is een beetje ongelooflijk, maar het was als ik heb gezegd, zeker een superleuke ervaring. En om de internationale titel winnen, dat was niet verwacht. Wat moest je daar allemaal doen in de VS? Oh, we hebben een paar fotoshoots gehad, catwalk ook, repetitie voor de final show. We hebben een paar acten de présence gedaan en een beetje leuke tijd gehad ook met die andere finalisten van de wereld. Heb je er eigenlijk vriendinnen aan overgehouden dan? Ja, zeker. Alle de kandidaten waren echt superleuk. Maar ik heb een beetje meer goed gevoel gehad met mijn roomie. En ook met een paar mensen die waren gekomen van de Verenigde Staten. Ja. En ben je dan alleen naar de VS geweest? Ja, ik heb mijn vlucht alleen genomen, maar ik ben teruggekomen met de comité. Dus ik mocht de kroon terug thuis nemen en dat was leuk. Maar ja, ik ben alleen vertrokken. En welke prijzen heb je eraan overgehouden? Goh, eerst en vooral een mooie kroon, maar ook een paar cosmetics. Ik heb veel fotoshoot gedaan, ik heb parels gekregen, echt parels van onze sponsors. Ook de reis voor de Verenigde Staten was ook een mooie cadeau. Ja. Oké, zeg, voor de mensen die thuis zitten te kijken, waarom zal die mensen moeten meedoen aan Mrs. Glamour? De mensen moeten aan Mrs. Glamour Belgium deelnemen, omdat het is een echt superleuke ervaring. Ik heb zoveel leuke mensen ontmoet. De kandidaten waren echt superleuk. En jij heeft ook een kans om België te vertegenwoordigen dit jaar in de Filipijnen. En dat zal een ongelooflijke ervaring zijn. Oké, super. Inschrijven dan maar, zou ik zeggen. Hè? Inschrijven dan maar. We zijn nog op zoek voor een paar kandidaten en we verwachten voor jullie, voor jullie inschrijven. Oké, super. Bedankt, Leila. Dank je wel voor je tijd. Absoluut. Dank je.